we zijn hier vanavond voor de tweede ontwerpsessie voor de Broekwegviaduct. Broekwegviaduct is een fietsers-voetgangersviaduct over de N206... die het oude Valkenburg en Nieuw Valkenhorst met elkaar gaat verbinden. Nou, wat we gedaan hebben in de eerste keer is vooral verteld dat we in een best een ingewikkelde omgeving zijn. Zoals veel mensen weten wordt de Rijnlandroute op dit moment al aangelegd. Daar moeten we overheen. De HOV-verbinding die komt eraan. Er wordt een hele nieuwe stedenbouwkundige locatie ontwikkeld. En toen zijn we met z'n allen aan tafel gaan zitten schetsen in twee groepen. Gaan tekenen van wat zouden dan mogelijke varianten kunnen zijn. Ja, de eerste sessie was een hele leuke sessie. We hebben leuk kunnen sparren over, er komt daar een brug. En we hadden daar natuurlijk zelf ook ideeën bij hoe dat dan het beste eruit kon zien. En er zijn een aantal voorbeelden naar voren gekomen die daar uitstekend in voorzien. Alleen de vraag is, past het ook allemaal in onze situatie? En wij hebben daar nu drie varianten voor gepresenteerd. Dat zijn wat drie extremere varianten. Vanavond is echt de bedoeling om te trechteren. Na één ontwerp, één voorlopig ontwerp gaan we daarvan maken een concept. En dat conceptontwerp, dat brengen we dan nog een keer terug. En dan maken we het tot een definitief voorlopig ontwerp, zo heet het dan technisch. Het is fantastisch om dit samen met omwonenden en belangengroepen te kunnen doen. Ze hebben fantastische input geleverd de eerste keer. We hebben nog een bijeenkomst en dan werken we toe naar een voorlopig ontwerp einde van dit jaar.